Het is FC Lienden niet gelukt om voor de tweede keer dit seizoen 3 punten te pakken van Barendrecht. Op Sportpark De Bongert in Barendrecht eindigde de wedstrijd tussen Barendrecht en Lienden in een 2-2 gelijkspel. Na een uitslag van 2-0 in het voordeel van FC Lienden in de eerder in het seizoen in Lienden gespeelde wedstrijd. Met dit 7e gelijke spel van dit seizoen en het behaalde punt mag de ploeg van Hans Kraaij junior zich de meest gelukkige noemen. In de basisopstelling van FC Lienden was op het middenveld een plaats ingeruimd voor de laatste tussentijdse aanwinst, Kars Vierwind, die hiermee zijn debuut maakte in de Liendense formatie. In Barendrecht nam FC Lienden 2 keer in de wedstrijd die een 1-1 ruststand kende de leiding. Na wat scoringsmogelijkheden aan beide kanten was het in de 11e minuut Mo Bendadi die op randje buitenspel Abderrahim Loukili lanceerde. Alleen voor Barendrecht doelman Mark van Splunten wist de FC Lienden topscorer wel raad met deze kans, die met een boogbal zijn 11e seizoenstreffer scoorde en FC Lienden aan de leiding hielp. In de 23e minuut kwam de thuisclub verdiend langzij. Danny Monster kreeg alle vrijheid om op te komen en verschalkte vervolgens op fraaie wijze de voor zijn doel staande doelman Jan Schimmel. In de eerste helft had de Barendrechtse ploeg het betere van het spel. En naarmate de eerste helft vorderde, had de thuisclub het initiatief tegen een onsamenhangend en tamelijk inspiratieloos spelende Betuwse formatie. De Liendenaren verloren onnodig veel duels en door de ruimte die geboden werd, kreeg Barendrecht de nodige mogelijkheden. Vroeg in de tweede helft kwam FC Lienden opnieuw aan de leiding in een onder fraaie weersomstandigheden gespeelde wedstrijd. Na eerst goed weggekomen te zijn na geklungel in de Liendense defensie, kreeg FC Lienden een bal in kansrijke positie aangespeeld. De prima door Kras Vierwind genomen vrije trap karambeleerde via het hoofd van een Barendrechtspeler tegen de onderkant van de lat, waarna de bal net achter de doellijn de grond raakte. De juist opgestelde assistentscheidsrechter constateerde dat de bal de doellijn was gepasseerd en terecht werd de treffer toegekend. Naarmate de tweede helft vorderde, drong de thuisclub aan om de gelijkmaker te forceren. In de 60ste minuut viel dan ook terecht de 2-2, na een doelpunt van Daniel Esayas die de geboden ruimte goed benutte en fraai met een goede uithaal doelman Jan Schimmel kansloos passeren. In het resterende deel van de wedstrijd bleven de betere kansen voor de thuisclub en goalie Jan Schimmel moest enige malen handelend optreden. Het belangrijkste wapenfeit aan Liendense kant was nog een net buiten het strafschopgebied toegekende vrije bal die door Frank Wiaffe goed werd genomen. De Barendrecht doelman wist de bal kundig tot hoekschop te verwerken. Met de 2-2 eindstand en het behaalde punt mag de Liendense ploeg meer dan tevreden zijn. De moeizame wedstrijd leverde uiteindelijk een belangrijk punt op. De ploeg presteerde onder haar niveau en werd op meerdere fronten afgetroefd. Wil de ploeg afstand nemen van de onderste regionen, dan zal het uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Bij FC Lienden zijn ze hem zeker niet vergeten. Ik heb het over Mark Vennebeumer. Hij voetbalt tegenwoordig bij CSV Apeldoorn. En van CSV Apeldoorn krijgen we prachtige beelden van een heel mooi doelpunt van Mark. Afgelopen zaterdag gescoord in de wedstrijd tegen Sparta Nijkerk. Geniet ervan!